Sinds kort leef ik dankzij de longen van een ander. Daar heb ik langer moeten wachten. Bijna te lang. Dan gaat er van alles door je heen. Hoe moet het nou met hen? Ik sta al jaren geregistreerd als orgaandonor. Voor een ander natuurlijk. Nooit gedacht dat ik zelf een orgaan nodig zou hebben. En als jij nu denkt dat overkomt mij niet... Dat dacht ik dus ook. Registreer je nu. Word ook donor.nl.